Max, wat is het gevoel dat overblijft na deze wedstrijd? Een zuur gevoel, denk ik. Kut. Van, ja, dat is een beetje grof gezegd natuurlijk, maar als je zo, die 1-0 zo laat nog vasthoudt, dan is het heel zuur dat je nog die 1-1 tegenkrijgt in de extra tijd, zeg maar. Dus. Ja, in de eerste helft leek het jullie lastig, of jullie moeilijk doorkwamen. Wat waren de aanpassingen die jullie in de tweede helft hebben gedaan om het daar anders te spelen? Vooral wat hoger met de lijn van 5 als we in laag blok kwamen. Voorwaarden ze er makkelijk tussendoor omdat onze middenvelders soms te laag zaten en we zeg maar, geen druk kregen op hun middenvelders. En ik denk dat we daarin wat sneller doorgingen in de tweede helft en we daarom ook beter druk kregen op hun. Ja, en dat merk je gelijk, dat je daar ook meer kans uit krijgt. Dus ja, dat ging de tweede helft wel een stuk beter. Ja, en dan komt dat penalty moment, dan lijkt de wedstrijd jullie kant op te vallen. Hoe is dat voor jullie? Ja, lekker. Dan denk je van yes. Dan, we hebben het moeilijk, dus dan hoop je zeg maar, op een moment of een penalty moment of gewoon een moment, een kans die je creëert en dat die dan erin valt. Dus een penalty is dan lekker. En ja, de Sam schiet hem er goed in, dus dan denk je van lekker. Dat voelt goed. Ja, en in de slotfase breekt de wedstrijd een beetje open. Er komen veel kansen aan beide kanten. Dan uiteindelijk valt toch die 1-1. Wat is dan het gevoel op dat moment? Ja, heel zuur. Heel zuur. Je denkt van, je doet alles met elkaar aan om zeg maar niet die 1-1 tegen te krijgen. Dus ja, en dan valt hij alsnog. Dus ja, dat is gewoon heel zuur, zeg maar. Ja, volgende week hebben jullie geen wedstrijd. Is dat dan prettig in zo'n situatie of niet? Ja, je bedoelt omdat we veel wedstrijden gespeeld hebben al, of ja, druk programma. Ja en nee. Op zich, ik denk als we komend weekend weer een wedstrijd hadden gespeeld, dat prima was geweest. Maar ja, nu kan iedereen gewoon weer goed herstellen van de weken die we hebben gehad. En ja, dan kunnen we extra fris weer tegen Utrecht van start. Dus misschien is dat wel goed, ja. Super, dankjewel Max.